Alex, natuurlijk willen we jou graag voor de microfoon hebben. Pedro ook wel, maar ja, mijn Engels is niet zo geweldig, dus dat wordt hem echt niet. Maar Alex, ja, jij ook. Heerlijke overwinning natuurlijk. En ja, die gekke Braziliaan noemde ik net al even tegen Jesper van Dalen. Ja, die gekke Pedro, die trapt hem er even in. Heerlijk zeg. Ja. Niemand rekende denk ik meer op, hè? Niet? Nee, ik kom op zeg. Ja, op laatst, je voelde een beetje de wedstrijd in evenwicht. Ja, het was wel in evenwicht. Ik denk wel dat, als er eentje moest winnen, waren wij dat wel. En die Pedro die hebben we nog om in te brengen en die knalt er even een paar keer tussendoor. En aardig goaltje. Lekker. Ik heb het idee dat hij de komende wedstrijd niet meer kan voetballen na die laatste solo. Hij was aardig kapot, hè. Net als ik trouwens. Ik ben ook helemaal kapot, joh. Het was een zware wedstrijd. Was het een intense wedstrijd? Ja, ik vond dat het tempo best wel hoog lag. Het ging best wel heen en weer. Het was nooit dat er heel veel, dat de wedstrijd echt stil begon te liggen of zo. Dus ik vond hem aardig zwaar, ja. Eerste helft. Het was een typische wedstrijd. Ja, vorige week was je geschorst natuurlijk, maar ook DVS trok zich wat terug, stond compact. Hercules deed dat. Zij deed hetzelfde, hè? Ja, maar toch kwamen we door het middenveld kwamen we heel goed door. We een paar ballen tussendoor dat we de middenvelders konden bereiken en die dan meteen konden doorschakelen. Ja, dat was wel een stuk beter deze wedstrijd. Dat voetbalde wel lekker, ja. En dan geef je weinig weg tot één moment voor rust. Blackout? Ja. Ja, er was eerst een momentje. Dat had ik aan het eerste seizoen zelf ook. Dat was lullig. Ik had hem echt niet gezien. De jongens hebben blijkbaar wel gecoacht en geroepen, maar ik heb hem niet gehoord. En ik denk, ik kan die bal terugspelen, maar het ging net goed. Allemaal zucht van verlichting. Ja, het ging gelukkig net goed. Iedereen die werkte hard om hem weer terug te pakken en dat lukte. Dus, Tweede helft is in eerste instantie erg rommelig. Oh ja, vertel. Nou, beginfase, beide ploegen zoeken, beide ploegen veel balverlies. Ja, misschien een beetje rommelig inderdaad. Ik denk ook de eerste helft fanatiek van start gegaan. In de tweede helft viel het wat tegen. Heb je soms in de wedstrijd. Brengen zij Jordi Hiltonman erin. Gevaarlijke spits natuurlijk, die gelijk gevaarlijk wordt. Jullie brengen Pedro erin. Vergt denk ik wel een ander spelletje, want Pedro is natuurlijk heel erg bewegelijk. Ja, klopt. Ja. Je kunt hem een paar keer goed diep sturen. Jim had ook nog een hele mooie bal, een buitenkantje voet. Dan gaat Pedro lekker achteraan. Andere type speler dan Jeroen, die het ook gewoon echt heel goed deed. Hoor. Dus, Het was een 6-punten-duel. Ja, die lekker dat je die dan nu vandaag wel pakt. Ja, en zeker lekker dat hij zo laat valt. Dus dat is echt is heerlijk. Want hoe leeft het in de groep? Want je moet elke keer, jullie hebben natuurlijk steeds een goede reeks wel neergezet. Maar het moet echt een hele lange reeks zijn. Hè? Want 3 zegens op rij, bij wijze van spreken, hebben we al gemerkt, is vaak niet voldoende. Ja, en daar is die wedstrijd vorige week tegen DVS echt wel een smetje. Dat als we die wel hadden gewonnen, dan hadden we een stuk beter gedaan. En die viel dan tegen. Nu gaan we er wel weer achteraan. Want onze concurrent Staphorst die heeft ook weer gewonnen. Dus ja, je moet erin mee. En nu komen we dichter bij Eemdijk. Gaan we weer over DVS heen, geloof ik. En Dem komt zelfs in beeld nu. Oh ja, die staan er ook nog. Ja zo kuipt naar elkaar. Ja. Ja, nu een weekendje vrij. En dan Alex Blekkink op de Westmaat. In Pakenburg. Ah ja, inderdaad ja. Wie had dat gedacht, hè? Nee, dat, ja, supermooi affiche. Ik hoop ook dat heel veel mensen van Hoogeveen meegaan. En dat is toch wel eentje die hoog op het verlanglijstje staat. Ja. Ik ben bezig aan je laatste maanden of weken zeg maar, bij Hoogeveen. Terwijl je misschien wel in de beste fase bent van je loopbaan. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Ja, het gaat erg goed wat dat betreft. En ik vind het ook echt heel jammer. Ja, ik ga stoppen. Ik ga een jaar in ieder geval niet voetballen. Dat komt omdat ik met mijn werk en het reizen, ik woon in Groningen, werk in Emmen en dan voetbal in Hoogeveen, dat vergt wel erg veel. En ik doe het met heel veel plezier hoor, maar het kost gewoon veel. Dus ik dacht, ik ga door bij Hoogeveen of ik stop, het is voor mij geen tussenweg. Dus het is helaas dat ik ga stoppen. Ja, wat dat betreft mooie dingen meegemaakt dan, kampioenschap, ervaring van de derde divisie, voetballen bij Zermeer volgens. Nou inderdaad, ja, kampioen geworden vorig jaar en dit seizoen ook hartstikke mooi wat je allemaal voor wedstrijden meemaakt. Daar heb ik kijk met heel veel plezier op terug. Ja. Kortom, nog een aantal mooie weken bij Hoogeveen voor de boeg. Met hopelijk een mooie afsluiting. Ja, zeker weten. We gaan er gewoon in blijven. Dankjewel, Alex.